Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zoals jullie net zagen, ben ik niet thuis, maar ik ben op vakantie. Wij hadden vanochtend heel vroeg een vlucht. We moesten rond 2:30 of zo opstaan. En wij zijn nu in Corfu. En dat is een eiland van Griekenland. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden. En heel veel kijkplezier met deze video. Zoals ik dus vertelde, ben ik op Corfu samen met mijn broertje en met mijn moeder. We zijn aangekomen in onze kamer. En we hebben heel erg mooi uitzicht. Ik zal straks alles eventjes laten zien. Maar we zijn dus echt net aangekomen. We hebben net even bij het zwembad gelegen totdat we de kamer in konden. En we zijn nu even onze spulletjes aan het neerleggen. We gaan zo even lekker naar het strand. Ik weet nog niet wat ik precies ga doen qua vlogs, maar dat laat ik nu nog wel even weten. We gaan in ieder geval nu lekker naar het strand toe. We hebben ons helemaal klaargemaakt. We hebben de hele dag op het strand gelegen. Het was echt super lekker. Ik heb ook echt heel erg lekker geslapen. Maar wij gaan dus nu beneden naar het centrum. En dan gaan we lekker eten. Want het is hier nu al 8:30. Want het is op Corfu een uur later. Heel erg raar. Terwijl het gewoon Griekenland is. Maar ja, wij gaan dus nu even naar beneden lopen. En dan gaan we lekker even wat eten. Oké, we hebben net echt heel erg lekker gegeten. En het is nu echt al zo laat, want we hebben zo lang aan tafel gezeten. Volgens mij is het. Ik ga even kijken. Sorry voor het slechte licht. Even kijken. Het is nu 10:50. En we gaan nog even lekker een ijsje ergens eten. En dan ga ik heel lekker slapen, want ik heb een nachtje doorgehaald en ik ben echt helemaal kapot. Wel op het strand geslapen, maar ik ben echt helemaal kapot. Wij hebben een lekker ijsje. Het zat alleen niet scherp. Kunnen wij even... Jules, welke smaak heb je? Je moeder. Nou, welke smaak heb je? Weet ik niet eigenlijk. Deze. En ik heb karamel en aardbei of zo. Goedemorgen, het is vandaag dag 2. Volgende dag. En het is 11:30 en wij zijn net wakker geworden, want we hadden echt bijna niet geslapen. Dus ik snap het eigenlijk ook wel. Mijn moeder is nu even lekkere broodjes aan het halen. En ik ben even naar het uitzicht aan het kijken, wat echt heel erg mooi is. En ja, vandaag gaan we volgens mij ook naar het strand. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben gelukkig gisteren niet verbrand. En dit is het uitzicht vanaf ons balkonnetje. Oké, het is avond 2 en wij gaan weer lekker uit eten. Ik heb echt een superleuk jurkje aan, alleen de... Je was te dik. Nee, de V-as was gewoon echt iets te groot. Dus ik had een veiligheidsspel meegenomen, maar die is geknapt. Dus nu heb ik een hemdje aan. Maar op zich kan het wel. Toch, Joe? Ik kan wel een maand. En wat vind je ervan hier? Lekker, gewoon. Lekker, hè? En ja, we gaan nu weer lekker uit eten, dus daar heb ik heel veel zin in.
Goedemorgen, het is vandaag de volgende dag. Het is namelijk zondag. Dit is onze derde dag. Ik heb gewoon nog mijn pyjama shirt aan. Ik heb er alleen even een rokje onder gedaan. Want ik ga even brood halen, dat heb ik beloofd. Dus dat ga ik zeker doen. Gisteren zijn wij lekker uit eten geweest. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel gedaan. Want hier eten we gewoon echt heel erg laat. Wat wil ik nog zeggen? Ik heb geen idee of dit een nieuwe video wordt. Ik weet nog niet hoe ik het precies in elkaar ga zetten. Ik weet wel dat ik niet zoveel film, omdat ik daar gewoon niet heel veel behoefte aan heb. Ik ben hier namelijk ook 2 weken, dus dat is best wel lang. Maar ik ga nu lekker naar de supermarkt toe en even lekker wat eten en wat drinken halen. Oké, het is weer avond en we hebben de hele dag bij het zwembad gelegen en net WK gekeken. Ben je blij met de auto? Oh. Jo wilde heel graag dat Kroatië ging winnen, maar dat is niet gelukt. Dus we gaan nu lekker eten. En ja, volgens mij zijn de vlogs niet heel erg interessant. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik kreeg ook best wel veel de vraag hoe ik mijn Instagram foto's maak. Maar wat ik altijd doe, ik laat sowieso altijd foto's maken. Dus ik maak ze nooit zelf. En ik kijk gewoon wat ik een leuke plek vind. Dus ik heb bijvoorbeeld net bij die muur foto's gemaakt. Omdat ik die achtergrond wel mooi vind. Ik heb hier gisteren wat foto's gemaakt. En dit vind ik ook heel mooi. Omdat je deze achtergrond hebt. Ook al vind ik dit groen niet heel erg mooi. En wat ik dan eigenlijk doe is gewoon heel veel foto's maken. Gewoon veel bewegen. Niet de hele tijd posen aanhouden, maar gewoon een beetje bewegen. En dan hopen dat er een goede tussen zit. Meer eigenlijk niet. En ik bewerk niet met een speciale app. Ik bewerk altijd met Instagram gewoon zelf. Omdat ik dat gewoon het fijnst vind werken. En ik doe er eigenlijk niet echt een filter over. Maar ik maak altijd de foto of lichter of donkerder. En ik doe dat contrast wat sterker. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Wat vind je ervan? Top, hè? Top. Lekker hamburgertje. Toppie. Bij het zwembad.